Dat wordt voor ons de eerste keer dat wij als titelsponsor verbonden zijn. Vorig jaar waren we ook verbonden als sponsor aan het toernooi. Maar nu de eerste keer als titelsponsor. En we verwachten er heel veel van. Zoals? Wat verwachten jullie van de sponsoring? Nou, we willen als eerste zorgen dat een toernooi uitgebouwd wordt en dat het een groot evenement binnen Rotterdam wordt. En voor ons is het ook om mensen te leren kennen, dus netwerk op te bouwen, maar ook om onze naam verder bekendheid te maken binnen Nederland. Hebben jullie voor een aantal jaar jullie aan verbonden aan dit toernooi? Ja, sowieso als HD Gerling zijn we voor lange termijn. Dat doen we ook met de verzekeringen waar we voor staan, maar dus ook met sponsorschap. En we hebben in ieder geval ons voor 3 jaar hier aan verbonden. Wat zijn jullie voor een bedrijf? Wij zijn een verzekeraar in schadeverzekeringen. We zijn een van de leidende verzekeraars op het industriële gebied. We willen die kennis en know-how die we hebben opgebouwd, willen we nu uitbreiden ook naar het MKB-segment. En vandaar ook dat in het MKB-segment kennen ze ons in mindere mate. En vandaar dat we ook aan naamsbekendheid willen bouwen. En daar gebruiken we onder andere dit als sponsoring voor. Hoe hopen jullie dat het toernooi gaat verlopen? Nou ja, dat het één daverend succes wordt natuurlijk. Als we dit weer bouwen wat we nu hebben, dat er veel publiek op afkomt, goede spelers, mooie uitslagen, dan zijn we helemaal tevreden.